Ja, waar blijft ze? Blijft ze de derde keer deze week? Derde waar gaat ze vandaan komen? Ze is altijd van de andere kant. Ja. Het is nooit zeker met haar. Nee. Als ze te laat komen, is het door haar. Ja. Femke, waar bleef jij? Echt, de derde keer deze week. En waarom komt het van die kant? Ja, jij vandaan. I don't know, maar hij voelt dat in ieder geval niet. Jongens, kan jullie me helpen met deze opdracht? Ik snap hem niet. Nee, Robin, kijk, ik heb iets gevonden. Je bedoelt die voetbalwedstrijd van gisteren? Mickey, niet alles draait om voetbal. Jawel. Mickey, nu niet. Laat het maar zien. Kijk, hij schrijft zijn tekst wel zelf. Hier kan je het gewoon lezen. Zie je? Niet te snel oordelen. Maar waarschijnlijk is hij toch niet zo goed in wiskunde. En jongens, alsjeblieft. Kunnen we het gewoon hebben over deze opdracht? Oké, laat zien. Oh, opdracht 14, die met die kwadraten. Oh, 64 plus kwadraat van 3. Oh, 4076. Daar maak je reputatie. Dat is exact wat ik later per uur ga verdienen met voetbal. Sinds wanneer praat jij? Weet je zeker dat dat het goede antwoord is? Ja. Goedemorgen, jongens. Wil jij je voet even van die stoelen halen? Allen. Nee. Laten we hier gaan zitten. Ja,
heb echt niet geleerd voor die Nederlands toets, man. Ja, dat kon ook niet. We hadden het feestje. Ja, maar dat feestje was ook echt leuk. Ja, jammer dat Sanjeev er weer niet bij was. Sanjeev, hij is er nooit. Gewoon nooit. Yo. Yo. Waar was je gisteravond? Werken. Werken? Jij? Ja, huiswerk. Dat feestje was echt leuk. Zelfs Fenna was er. Wie? Wat? Ken je haar niet? Nee. Maar je hebt geleerd voor Nederlands, ja. Denk ik. Zo, moet wel. Ja, maar sorry. Kijk. Man, ik moet echt weg. Ik moet echt weg. Hey! Wat is dat? Wat hebben we hier? Hey. Nederlands huiswerk. Jackpot. Lekker. Wat is hier aan de hand? Ja, ik heb dit. Ik heb er wat. Ja. Waarom? Hij is populair. Wauw, alleen omdat hij populair is, vind je hem leuk? Ja, de. Oké. Okay. Dit is dus een gemiddelde dag bij mij op school. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo. Ik ben bang om gepest te worden. En daarom loop ik mee met de pesters. Daar zitten ze. De echte stoere jongens van de school. Dat zijn het groepje meiden. Oftewel, de bitches. En dat zijn mijn oude vrienden. Met hun beleef ik eigenlijk de mooiste tijden. Dat is Sanjeev. Ik weet niet heel goed wat hij er doet. Hij gaat altijd weg en is er niet helemaal bij. Is ooit hem, de loyale. Hij is altijd bij ruzies en is gewoon FCK echt de leider. Hij is zo'n sikke rapper. Wie is de KW? FCK, wat? Ken je hem niet? Dit is nou typische gevalletje van nieuwe leerlingen die zich nog geen houding weten in de nieuwe school. Ja, waar was ik nou? Oh ja, Orten de Royale. Hij is een van de echte leiders van de groep en zou niet weggaan. Dit is Quinten. Quinten zou nooit een vlieg kwaad doen. Met deze vrienden beleef ik eigenlijk de mooiste tijden. Ik wil eigenlijk terug bij ze, maar ik ben bang dat ze me gaan uitschelden als ik sorry zeg. Wat doe je hier? Ja, kijk. Eerst pak je ons huiswerk af en dan kom je hier blij doen. Ga weg, man. Ja. Ik haal je weg, man.
klein zoals kort. 2, 1. Aan het recht op de snelweg. En de spullen moeten snel weg. Ik wil de inleg. En vloed is uit weg. Ik wil eens keer. Van die money wil ik meer. Heb je bitch in de lijn. Bitch ik besneld, is net een konijn. Nou, ga aan de kant. Ze wordt geen vinger naar de hand. Hoeveel 6 mannen in je zaal? Maak de glad poenie koud. Muziek, ebola. Big bitch, ebola. Met de loepas, bloedbad. Met die oorlog geen Bagdad. Heb je bitch in de zijkant. Schud de boek open voor haar in de weiland. Dat is frosty. Zeg poenie als tosti. Zijn hoofd aan de deur. Wil die brieven alle kleuren? Stek me niet dolfijn. Spes die money in de fontein.